hij zou de Kinderen van de Wereld Award gaan krijgen. Nou, ja, dat vond Michael Jackson geweldig. I love it. En believe it or not... Welkom bij Doorzetters. Hier gaan we in gesprek met inspirerende gasten, rasechte ondernemers, idealisten, vakidioten en echte doorzetters. Deze podcast wordt je aangeboden door Bondex. De oplossing voor ondernemers die groeikapitaal willen ophalen. Hallo allemaal, welkom. Nieuwe aflevering van Doorzetters. En voor wij met onze gast gaan praten, natuurlijk eerst even de oproep om je te abonneren op dit kanaal, op YouTube, op Spotify, op Apple Music. Like ons, ga ons volgen. Des te groter de aanhang, des te makkelijker het is om bijzondere gasten te krijgen, hoewel wij daarover in het geheel niet mogen klagen. Niets. Richard Bros, mijn grote vriend, zit als altijd tegenover mij. En vandaag is bij ons... En dat vind ik een grote eer en genoegen om te kunnen zeggen... Jan Douwe Kroeske, veteraan in de Nederlandse muziek- en mediawereld... bekend van zijn legendarische 2-meter-sessies. Zijn bijdrage aan de Nederlandse radio en televisie natuurlijk... een onvermoeibare inzet voor de ontdekking en promotie van muzikaal talent. Maar ook ondernemer met je productiebedrijf... en je draagt het met trots Double Two op je shirt... En eigenaar van het grootste muziekarchief van Nederland... waaronder al het materiaal van Veronica's legendarische Countdown. Oeh. Jan Douwe, van wie, ja, was, van wie was dat Countdown? Dat ben jij allemaal dus. Hè, wat je ik schrik daar heel erg van wat je stelt. Het grootste archief, want dat moet natuurlijk bij beeld en geluid zijn. Maar dat is niet zo, want het ligt dus nu bij mij voor een deel. 50% en 50% bij mijn businesspartner in San Diego, David Peck. Dus ik heb sinds augustus 2016 samen met hem het Countdown-archief overgenomen van SBS Talpa. Oké, die hadden het in het kader van de overdracht destijds van het publieke Veronica, van zeg maar de erfschat, hadden die dat verworven? Ja, ik heb dat via omwegen allemaal fysiek meegekregen, hoe dat nou precies zat. Want ik ben maanden op zoek geweest naar de banden. En er kwamen allerlei personen en mensen tegen die zeiden... nou, dan moet je bij die en die zijn. Of die moet daar en daar zijn, maar bel anders even zus en zo. En ik heb dus in korte tijd een enorm boekje opgebouwd... met mensen die allemaal iets wisten, of mogelijk wisten... waar de bandjes van Countdown lagen of misschien zouden liggen... of kopieën. En waar lagen ze uiteindelijk? Achter Leiden in Ter Aar, onder Schiphol in Leinden, bij mensen thuis, bij Beeld en Geluid in Hilversum, bij HMG, tegenwoordig RTL Nederland, bij een aantal technici, collega's. En hoe weet je dan dat je alles hebt nu? Ik heb niet alles. Oké. Nee, maar we hebben wel heel veel. Alles bestaat niet, omdat we zoeken nog naar het... ruwe tapemateriaal van het interview van Aerosmith... in een Amsterdamse muziekwinkel. Maar dat kan alleen bij de cameraman in kwestie liggen. Ja. We hebben wel, en daar ben ik heel blij mee... want ik vind het zelf een geweldige band... want het optreden van Pearl Jam ruw en gemonteerd in Tivoli, Utrecht. En dat was officieel niet Countdown... maar de band wilde niet in dat suffe Countdown-decor. Dus nodigde de cameraploeg uit in Tivoli, Utrecht. I love it. Dus ze moesten naar Tivoli komen. Hoeveel uur... beslaat dat 8500 uur. Ja, nee, sorry, 8500 tapes heb ik gezien. En dat zijn in de verschillende formaten 1 inch B, 1 inch C. PAL, Digibeta, ja. NTSC, Digibeta, Beta-kammetjes. Dat zegt de gemiddelde luisteraar. De gemiddelde luisteraar kijk, ja. Is, maar voor ons televisiemakers is dat zeker geen abracadabra. Nee. En wat doet zo'n archief als je dat koopt? Wat betaal je daar dan voor? Ja, dat mag ik volgens het contract niet zeggen. Nee. Maar? Ik vond het heel veel. En mijn Amerikaanse collega zei... kijk nou naar... op wereldschaal en niet op Nederlandse schaal. Want Nederlanders hebben zo de neiging om zo Nederlands te kijken naar geld. Hij zegt, ik ben de agent van Countdown outside the Benelux... en jij bent het inside the Benelux. En als jij nou op een Nederlandse manier kijkt naar het archiveren van het archief... en het verhaal van Countdown opschrijft... dan kijk ik op wereldwijde schaal naar de waarde van het archief. En hij zegt, het wordt niet zo dat... ja, dat we er stinkend rijk van gaan worden. Want we moeten heel veel investeren in digitaliseren. Want dat doe je? Ja, hebben we gedaan. Heb je al gedaan? Ja, we zijn bijna klaar nu. Oké. Maar heb je het over miljoenen of tonnen? Of...
Een kleine indicatie. Nee, ik ga het niet vertellen, Ruud. Want ik mag het namelijk niet vertellen van degene die mij verkocht heeft. Ik had Jan Douwe aan de lijn een paar weken geleden, toen ik vroeg of hij heel graag hier onderdeel van wilde zijn. En ik ga altijd skiën, doe ik al 15 jaar, met mijn hele gezin. En daar zitten altijd allerlei gezinnen bij inmiddels. En we hebben elkaar leren kennen. En een van die gezinnen, de man daarvan, die is soort van voorzitter van de fanclub van U2. En die vroeg mij op een gegeven moment, Ries, als jij ooit eens een keer iemand tegen het lijf loopt, want er is dus een interview gegeven door Bono. En toen noemde die eerst een naam van iemand die het interview afnam. Nou, en ik zoek en zoek. Ja, heb ik jou ook nog gevraagd? Kees Baars, Annette van Tricht, ja, Adam Curry. Dus, oké, het is dus Annette van Tricht. Yeah. Maar goed. En dat eerste interview, is dat gemaakt in Assen toen U2 daar ooit live optrad? Nee, in Hattem. Oh, in Hattem, ja. Ja, Hattem. Ja. En Jan Douwe heeft het dus. Dus, oh, en ik zie deze beste man morgenochtend, want ik ga vannacht ga ik naar Oostenrijk en ik had hem geappt. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij, een week of 3-4 geleden, Richard, ik heb zelf ook wat onderzoek gedaan en volgens mij is het nu in handen van meneer Jan Douwe Kroeske. Dus gisteravond app ik hem. Ik zeg, nou, ik zeg, hoe leuk is dat? Hij is onze gast. Volwassen kerel, hè? Heel blij, heel blij. Ja. Want ja, misschien zitten we iets dichter bij het fragment. Hmm. Ja, dan zit je heel dichtbij. Heel dichtbij, ja. Nou, superleuk. Ja. Want heb je dat hele archief al geïndexeerd ook? Ja, ik heb ook alle banden gezien. Wow. Ik ben 6 jaar lang bezig geweest met kijken naar ruwe tapes, gemonteerde tapes, tapes die ogenschijnlijk niets waren, maar uiteindelijk toch wat waren. Ik heb na jaren wel eens gedacht, die tape die heb ik toen gezien. En ik dacht dat het niks was. Dus ik heb het wel gelogd, maar ik heb het niet gekopieerd. Maar het moet toch gekopieerd zijn, want het was het tweede camerawerk van het interview van Zus of Zo. En kom je achter verrassingen? Want je hebt nu dus, laten we zeggen, de song met Michael Jackson en alles. Wat nu documentair is geweest. Hè? Heal the World of hoe heet het? Ja. Waar heel veel achter, behind the scenes, camerawerk is gedaan. Ja. Dus daar is al destijds ooit rekening mee gehouden, denk ik. Van nou, daar kunnen we iets mee. Nou, weet of je niet? Weet je wat het mooie is? Van, we hebben net The Story of Countdown in 2 afleveringen gemaakt. Ja, voor de gezien, publieke ja. omroep. Ja. En we hadden het voornemen om veel archiefmateriaal te gebruiken. Maar soms krijg je verhalen niet bij elkaar op basis van oude verhalen, maar wel op basis van nieuwe verhalen. Mm-hmm. Dus ik heb in het lijstje van mensen die we moesten gaan interviewen voor The Story of Countdown, heb ik ook Constant Meijers gezet. Mm, ja. Die niet officieel bij Countdown werkte, maar ook wel een beetje wel. Want mm-hmm. hij was researcher, hoofdredacteur van OOR of eindredacteur van OOR. Hij zat in de periferie van het programma. Exact. En op een gegeven moment zei Constant in het interview, ja, ik werd op een gegeven moment gebeld door Lex. Lex had wat bedacht om Michael Jackson. Lex Harding. Ja, Lex Harding. Om nou eindelijk eens dicht bij die Michael Jackson te kunnen komen. Hij zou de Kinderen van de Wereld Award gaan krijgen. Nou, dat vond Michael Jackson geweldig. En believe it or not, we werden gebeld door het management. We mochten naar Neverland komen om daar de Kinderen van de Wereld Award te gaan uitreiken. Gedaan. Het verhaal van Constant Meijers. Ja. En ik had het wel gezien, maar ik begreep het niet helemaal in het archiefmateriaal. Maar toen het verhaal van Constant erbij kwam, dacht ik, dat is de story natuurlijk van hoe Lex Harding Countdown bij Michael Jackson kwam. Namelijk, Lex belt met Constant Meijers en zegt, joh, we zijn met een longshot, zal waarschijnlijk niet lukken. Maar het lukte wel. Mm-hmm. Ze kregen toegang tot Michael Jackson. Dus ging Constant samen met Wessel van Diepen, de presentator, mm-hmm. naar Los Angeles om daar de Kinderen van de Wereld Award in ontvangst te laten nemen. Maar ja, er waren geen Kinderen van de Wereld. Het was gewoon maar iets bedacht door Harding. Ja, maar die hoor je vaker. Hè? Wel een briljante. Maar het is gelukt dus. Ja, en ze hebben dus Kinderen van de Nederlandse ambassade. Een kleurtje, geurtje, dingetje, meisje, jongetje, noem maar op. Alles bij elkaar. 24 Kinderen van de Wereld. En wat zei Michael toen hij het in de ontvangst nam? Hij zei, hij heeft iets gezegd. Thank you. I appreciate it very much. En toen keek hij Wessel nog even heel lief aan. Ja, dat zit wel. Het zit ook in de documentaires, hè, volgens mij. De Countdown documentaires. Dus, die staan op NPO Start trouwens, voor de liefhebbers. Ja, fantastisch. Kijken. Echt kijken. Maar dan blijkt dus dat wanneer je nu een verhaal probeert terug te halen, dat je aanvullende informatie krijgt. Gaat jouw catalogus niet, laten we zeggen, als je dan toch die Amerikanen San Diego, die zal misschien wat commerciëler zijn dan dat jij bent. Zeker. Hè? Ja. Daar zijn het Amerikanen voor. En ik niet. Nee, maar dat is een mooie mix. Maar oké, er gaat iemand dood, weet je. En die is in Countdown geweest. Ja. Dan doet dat iets met de waarde. Hè? Ja. Want dat materiaal, dat beeldmateriaal, ja, dat is uniek. En ja, dat gaat meestal
Zijn er echt, hebben jullie de Amy Winehouses of de Kurt Cobains of heb je echt mooi materiaal van mensen die daadwerkelijk zijn, David Bowie of zo, zijn over Prince. Ja. En dat ik maak nu 30 jaar 2 meter sessies. Ja. En wat ik standaard doe is, ik maak lange interviews met mijn artiesten. Ja. Niet omdat ik reken me dat ze ooit doodgaan, dat niet. Maar ik ben gewoon geïnteresseerd in de mensen. Ja. Dus dan maak ik 20, 30 minuten interview. Dat deden ze bij Countdown nooit, helaas. Dus op een enkele uitzondering na. Maar jouw interviews gaan ook ergens over. En zonder iets te niet willen doen aan de kwaliteiten van mijn voormalige Veronica-collega's. Countdown was natuurlijk een redelijk commercieel programma. Ja, dat was. Ja. En in Countdown Café, wat dan op vrijdagavond later op 3FM, wat nu 3FM is, vanuit Annershoeve in Hilversum werd uitgeronden. Daar ging het ook wel eens een keer ietsje dieper. Maar ja, dus daar heb je al gelijk in. Want jouw 2 meter sessies voor diegenen die ze niet kennen, die bestaan niet alleen uit een lang interview, maar ook uit een live sessie van de optredende artiest. Ja. En dat ben je begonnen ooit bij de VARA, toch? Ja, klopt. En kon je die zomaar meenemen? Of heb je ook je eigen 2 meter sessies moeten kopen? Nee, die kon ik niet meenemen. Alhoewel ik, toen ik bij de VARA begon en tot het einde, altijd in ZZP-dienst ben geweest. Mm, dus nooit in dienst. Dan geldt nooit echt in dienstdienst. Mm. En toen ik het einde van mijn werk bij de VARA kreeg aangezegd van de directeur, toen dacht ik, ja, maar ik ben nog te jong om te stoppen met werken. Dus wat nu? Terug sportleraar worden wilde ik niet. En ik vond eigenlijk dat televisie en radio maken wel heel mooi was. Dus daar wilde ik mee doorgaan. Mm. Maar mijn probleem op dat moment was dat ik, zoals jij een tijd lang van Veronica was, was ik van de VARA. Mm-hmm. En als je van iets bent, of je nou van Albert Heijn bent of van de VARA bent, dat raak je niet zomaar kwijt. Je krijgt een stigma, je krijgt een keurmerk op je. Maar voelde je dat zelf minder? Ik voel me wel heel goed bij die gedachte dat ik van de VARA was, omdat ik heel erg achter de programma's stond die ik maakte. Ja. Het past ook heel erg bij de muziek, hè? Ja. Ja, ja, ja. Maar heb je sessies uiteindelijk moeten toen kopen? Toen ik wegging, toen heb ik ook gezegd tegen de mensen die technisch van mij afscheid gingen nemen. Ik zeg, ja, maar ik ga niet stoppen met werken. Dus ik zeg, laten we contact houden over het herhalen van Jules Unlimited uitzendingen, want dat is van jullie. Mm. Maar ik heb 2 meter sessies bedacht. En dat neem ik mee. En daar ga ik ook mee door. En toen ontstond er wel enige tijd wat gedoe tussen de VARA en mij. Mm. We hebben geen echte ruzie gehad. Maar wie was wel toen de directeur van VARA? Dat was Vera Keur. Met name Frans Klein op dat moment, die met name. Toen zat Frans Klein bij de VARA. Ja. Dezelfde Frans die nu bij BNN en nu met Talpa. En het hele maar die Matthijs. Frans, daar heb ik toen de hele overgang van 2 meter mee geregeld. En dat is goed gegaan. Dat is verder uitstekend gegaan. Is jouw pad als ondernemer over rozen gegaan? Of nee. Wat was het moeilijkste moment, Jan Daal? Het moeilijkste moment was 2009, toen het geld internationaal minder werd. Wat ik zelf ook een heel moeilijk moment vond. Maar dat is ook een beetje in het privé. Mijn broer was net overleden. Iemand die wegging bij mijn bedrijf, die vertelde mij dat hij en naar mooie concerts ging en tegelijkertijd ook de opdracht die wij deden voor Lowlands meenam. Dat vond ik heel moeilijk te verkroppen. Dat vond ik een heel moeilijk moment. Onrecht. Onrecht. Toen heb ik ook kort daarna, amper een week daarna, een zuur gesprek gehad met de directeur van Lowlands. Vond ik niet leuk. En hij denk ik ook niet. Maar dat vond ik wel even de moeilijkste momenten. Een ander moeilijk moment vond ik toen een co-producent collega failliet ging. En wij zaten in een productie voor een programma voor de NPO. Toen ben ik toch maar dat gebouw binnengewandeld. Toen heb ik alle banden opgehaald, alle schijven en banden opgehaald. En toen ben ik toch met het gevoel de deur uitgevallen dat ik iets gestolen had. Ja, want dan moet je eerst de toestemming van de curator hebben. Er was al iets van een curatorzaak gaande, maar de deur was nog open. En ik ben volgens mij de laatste die daar binnen is. En het was voor de helft van jou sowieso. Ja, dat was mijn gevoel. Maar juridisch kun je dat natuurlijk aanvechten. Mm. En is dat aangevochten? Nee. Ik denk dat je daarmee een klein gelukje hebt gehad. Ja, want anders was ik mijn bedrijf denk ik op de fles gegaan. Ja. Ja. Voel je ondernemer? Ja, meer en meer. Ja, hè? Ja, ik vind het begin helemaal niet. Want toen maakte ik televisieprogramma's en deed ik wel dagvoorzitterschappen en dat soort zaken, presentaties.
En ik werd meer gebeld voor opdrachten dan dat ik moest bellen voor opdrachten. Dat is makkelijk ondernemen. Dat is heel makkelijk en lui ondernemen. Ja. En al het geld wat binnenkwam in het bedrijf hing aan mijn lijf. Ja. En nu hangt het geld wat binnenkomt in het bedrijf niet meer zo aan mijn lijf. Mm-hmm. Hoeveel mensen heb je werk? 8 mensen. Dat is een grote verantwoordelijkheid. En wat vind je fijner dan? Even hoe het was of hoe het nu is? Nee, hoe het nu is is veel fijner. Hm. Ja. Want je doet veel dingen als dagvoorzitter, als spreker ook wel. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja, Jan Douwe, die zit gewoon het liefst in die studio met die artiesten. Ja, die interviews op te nemen. Ja, dat doe je ook. Maar en dan sta je op een podium ergens voor de GasUnie in Groningen. Haal je daar dan wel voldoening uit? Of zou je liever dan met die artiesten bezig zijn? Ja, Ruud, wat een geweldige overeenkomst is. Dus het ontdekken van een goed liedje en innovatie. Wetenschap, techniek, vernieuwing. We zitten in een periode dat de wereld aan het veranderen is. Dat mensen die dat moeten gaan doen, de ballen moeten hebben om te gaan opstaan en zichzelf laten zien. Daar gaat het om. Als wij zintuigelijk techniek, innovatie, verandering bij het grote publiek kunnen brengen, dan slagen we in die transitie. Maar daar heb je mensen voor nodig met ballen, met guts, met kleur, met geur, met uitstraling. Die mensen, dat is geweldig om mee te werken. Maar waar kom je die bij grote ondernemingen tegen? Ja, bij multinationals ook? Ja, EBN, Energiebeheer Nederland, ja. Maar ook Stichting de Noordzee. Ook GasUnie. Ook Hotel Huis de Duin. Ook jij komt gedreven mensen tegen. NL, de overkoepelende organisatie van. En in de politiek, want even, dit is leuk. Hè? Dit zijn ondernemingen, meestal even de namen die jij noemt. Dat is nog ook bijna over. Ja, het is geen overheid, maar het is niet het ondernemerschap. Hè? Zoals we, denk ik, wat jij aan het doen bent. Maar politiek gezien, hè, want daar hebben we het vaak over, ook in deze podcast natuurlijk. Hoe kan je een land als Nederland, wat onderdeel is van Europa, weer op de kaart krijgen? Hè? Wat jij zegt, oké, je moet ballen hebben, je moet kleuren hebben, je moet risico durven. Ook risico. Hè? Ondernemen is natuurlijk volop risico nemen. Ja. Is dat er nu? Ervaar je dat? Nou, wat volgens mij het geheim is voor een klein of een groot bedrijf en voor een klein land of een groot land, is dat je leiderschap toont. En dat je daardoor keuzes die je maakt kunt verantwoorden. En dat je de keuzes die je verantwoord maakt, vervolgens op een overtuigde manier kunt uitleggen. En hebben wij dat leiderschap? Als je die stap zet, dan krijg je volgers. Mm-hmm. En het probleem, denk ik, in een heleboel landen, een heleboel organisaties, een heleboel provincies, een heleboel steden en dorpen, is dat we te weinig worden meegenomen in de veranderingen die we moeten ondergaan. En willen ondergaan ook. Wat is de moeilijkste keuze die jij hebt gemaakt? Nou, wat ik. Ik weet niet. Wat ik wel heel moeilijk vond in de periode 2008, 9 en 10. Toen het bedrijf er slecht voor stond. Dat ik een aantal nachten heb geprobeerd op te schrijven op papier met een pen in mijn hand. Een rood en groen en blauwe stift. Wat het effect van te veel rood zou kunnen betekenen op een beslissing. En wat het effect zou kunnen zijn van te veel groen op een stukje papier. Waar stonden rood en groen voor? Rood voor gevaarlijk gebied. Kijk uit. Kijk daar beter naar om te zeggen, dat wil ik veranderen van rood in blauw of groen. En groen stond voor, oké, het gaat goed. Het stond toen te veel rood op papier. In enige tijd heb ik me daaraan onttrokken om die realiteit onder ogen te komen. Namelijk, te veel rood en te weinig groen betekent dat je niet moet inzoomen op groen, maar juist moet inzoomen op rood. Omdat dat gevaarlijk gevaar is. Je moet, je moet uit die gevarenzone. Ga erin. Maar dat vinden mensen niet fijn, hè? Je gaat niet. Nee, maar je moet gaan parachutes brengen. Je moet die confrontatie aan. Je moet het vliegtuig uit. Nou. Om vervolgens te ervaren wat je aan het doen bent. Als je het vliegtuig niet uitgaat, als je niet gaat parachute springen. Hmm. Nou, als je het vliegtuig ingaat, dan moet je er ook uit. Dat weten we uit ervaring. Zo is het begonnen. De podcast is daar ontstaan in Dubai, vlakbij Dubai. Wij zaten alle twee in een podcast, Future Finance. En toen zei Marleen, nou, dat doen jullie leuk. Zullen we een eigen podcast? Maar daarvoor gingen we het vliegtuig erheen en wij zouden gaan skydiven. En ik vind het heel leuk, skydiven. En Ruud zei, nou, ik ga alles doen, behalve skydiven. Dus even, dan weten jullie het alvast. Ook niet meer aan mijn kop zeuren. Ik ga niet het vliegtuig uitspringen. Maar goed, we zaten daar een dag of 3, 4. En dan krijg je op een gegeven moment een soort van pressure, die drugs. Ruud,
Morgen dan. Nee, joh, niet meer zeuren. Dus even, oké. Okay. Maar je merkt aan, en op een gegeven moment zei Ruud, nou ja, je zegt altijd resoluut. Wat ik ook ga doen. Uiteindelijk lang verhaal. We zijn met z'n tweeën, zaten in het vliegtuig, plus nog een paar. Hè, we waren nummer 1 en 2 of zo die eruit gingen. Ja, als eerste, ik als tweede. Nou, en vertel nu dan maar even de ervaring die je hebt gedaan. Ja, was geweldig natuurlijk. Maar je gaat het vliegtuig, wat ik wilde zeggen, je gaat het vliegtuig in. Je zit met zoveel mensen in dat kleine toestelletje boven Dubai. Dat is het enkste. Je zit op 4 kilometer hoogte, de deur gaat open. Er is geen weg terug. En je kunt maar één ding doen en dat is gewoon ervan genieten. Ja, en dat deed je met volle teugen. Ja, dat heb ik gedaan. Ik vond het echt geweldig. En het is ook zeker niet de laatste keer geweest dat ik dit heb gedaan. Maar kijk, zo'n sprong is 6-7 minuten. Mm-hmm. Maar het heeft voor mij echt heel veel gedaan. Want ik zat op dat moment ook in een behoorlijk moeilijke periode in mijn... Ja. Met name in mijn privéleven. En zakelijk was het ook geen feest met mijn compagnon die net was overleden. En op het moment dat je uit zo'n vliegtuig springt, dan realiseer je echt dat je leeft. Ja, dan leef je. En hoe waardevol dat is. En met name die eerste 1000 meter van 4 kilometer naar 3 kilometer, die vrije val. Ja, 60 seconden vrije val. Echt geweldige ervaring. Dus dat, ja. En dat is zakelijk natuurlijk ook. Af en toe dan moet je die sprong wagen. Ja, maar dat is het mooie van onder. Kijk, anders dan moet je gewoon in loondienst en dan weet je dat je iedere maand je salaris krijgt. Maar kijk, de pieken en het mooie van nog heel even over die parachutesprong. Kijk, het is natuurlijk, je loopt een risico. Maar uiteindelijk, als je het puur rationeel beschouwd, is het een heel beperkt risico. Nee, er komen niet zoveel mensen om. Nee. Als je kijkt hoeveel sprongen er worden gedaan en hoe vaak het misgaat, het maar is heel erg beperkt. Maar met ondernemerschap gaat er wel veel mis, want even face. Ja, maar daar moet je dus ook, zoals je met parachutespringen een reserve-chute meeneemt en een plan B hebt, dat is denk ik wat je met ondernemen ook hebt. En dus als jij die afweging maakt tussen ga ik voor rood of ga ik voor groen. En je zegt, ja, je moet die sprong wagen. Dan denk je tegelijkertijd, oké, en wat is dan mijn letterlijk fallback scenario? Ja. Nou ja, ik heb wel het idee dat je... En dat is denk ik wat ik de laatste 10 jaar in ondernemen wel heb geleerd. Met name ook dankzij die hele COVID-periode. Als je de touwtjes loslaat, dan ben je niet in staat om überhaupt te begeleiden wat er daarna gebeurt. Dus je moet die touwtjes al veel eerder in je handen hebben. Je moet al veel eerder met de redactie bezig zijn op televisie en radioprogramma's. Omdat je, als je geen inhoudelijke ondergrond hebt, ja, dan val je er doorheen. Dan lukt het niet. Zou jij weer terug willen op tv met echt een kijk, dat Jules, hè? Jules nu met Rod Stewart, wat ze hebben gedaan. Ja. Hè? Dus die Engelsman. Hè? Jules Unlimited. Nee, Jules, hoe heet hij? Jules Holland. Ja, oh, Jules Holland van de BBC. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk smullen, weet je. En iedere artiest die hij heeft gehad, loopt ook met die man weg. Weet je, gewoon zo, omdat het vakinhoudelijk klopt. He, dus even. Het is een collega-muzikant. Het is een collega-muzikant, ja, maar het is ook eentje die in de schaduw staat. Weet je, want hij vindt het verschrikkelijk om volgens mij op de voorgrond te komen. Ja. Maar hij levert kwaliteit. En ik vind het, kijk, en toch even dan bijvoorbeeld wat er met Matthijs van Nieuwkerk met dat muziekprogramma, dat ademde kwaliteit, vond ik, hè? Dus met die band, weet je wel, en iedereen die kreeg daar het podium en ja, dat is nu helemaal niet meer, hè? Dus dat is weer een lacune. Even, ik vond dat geweldig. En ik denk nog steeds, want ze zeggen altijd, met muziek gaan mensen zappen, hè? Dus dat duurt te lang, weet je, dan denk ik, nou, dat is een zapmoment, hè? Daarom was het weer daardoor toen 40 seconden of zo, of een minuut. En ik denk dat dat niet zo is. Maar ja, dat denk ik dan. En verder kom ik ook weer niet. Maar er is dan nog steeds ruimte voor een kwalitatief, echt mooi muziekprogramma. Ja. Maar waarom is het er dan niet? Omdat het Nederland is. Ja. Ja, het klinkt heel lullig. Maar als er wordt gekeken naar waarom de BBC belangrijk is of mooie dingen maakt, dan wordt in Nederland al snel gedacht, dan moet het er ook zo uitzien in Nederland. Maar waarom kun je in Engeland dingen wel halen en in Nederland niet? Omdat dat Engeland is. Ja. En dit is Nederland. Dat betekent dat voor Engelse muzikanten die veel meer ingebed zijn in de cultuur daar. Ja. De Beatles kwamen uit Liverpool. Ja. Rolling Stones kwamen uit Engeland ook. Ja. Ja, ja. Radiohead komt uit Oxford. Ja. Oasis komt uit Manchester. Ja. Wij hebben Peter Koelewijn, komt uit Eindhoven. Ja. En ook goed, ja. Maar in die cultuur past het om elke volgende Oasis of vorige Oasis of Beatles of The Smile of Radiohead te halen naar een programma dat van dat land is. Ja. Ik denk dat je in Nederland
genoegen moet nemen met datgene wat je kunt halen, niet wat je moet halen. En dan heb je beter 25 minuten te maken op een goed moment met Radiohead, dan dat je denkt, nu moeten we en Radiohead en de nieuwe Radiohead en de oude Radiohead gaan halen. Want dat lukt niet in Nederland. Maar, dat is namelijk niet onderdeel van onze cultuur. Maar het hoeft toch niet alleen maar Nederlandse bands te zijn? Je zou toch ook gewoon... Nou, pak even... Kijk, Novastar. Hè, is ja, nu België. Weer, ja, oké, is België. Ja, nee, maar dan zeg je wel wat. Want, ja, ik snap het. Want maar, Nederland is wat anders dan België. Goed zo. Nou, maar pak dan, nou, laten we het dan... Zijn we Jacques Brel en wij hebben Peter Koenbaan. Ja, oké, maar laten we dan Benelux noemen. Nou, we hadden ook Ram Shaffi. We hebben ook echt wel mooie namen. Zeker. Gewoon. Hè. Kijk, als ik naar Huub van der Lubbe bijvoorbeeld... Als ik ben laatst naar Mel Vintage in the Future. Ik ga naar Jet Rebel. Even, dat zijn allemaal gewoon, vind ik, heel mooi. Ja. Daar kan je mooie programma's omheen bouwen. Ja. Hè? Maar dan denk ik, oké, maar pak het Benelux breed. Dan kan je daar toch gewoon iets, maar het is er gewoon. Maar oké, okay, je kan dat soort programma's ook allemaal op gespecialiseerde muziekkanalen zetten. Je hoeft het dan niet per se op Nederland 1 of op RTL 4. Ja, maar dat is het toch ook niet? Want, nou, er dan zijn heel veel. Dus ik heb thuis al wel 20 muziekkanalen die ik ja, maar dat zien. Is niet vanuit Nederland. Maar is dat niet gewoon... Kijk, de media-industrie, de tv-industrie, de radio-industrie is enorm veranderd. Dus kwaliteit heeft ook een heel ander begrip gekregen. Hoe is het voor jou om die ontwikkelingen in de internationale muziekwereld te zien veranderen? Om Spotify groot te zien worden, te zien wat dat doet. En YouTube, hè? YouTube te zien wat dat bijvoorbeeld doet met de lengte van een gemiddelde track. In de jaren 60, 2,5 minuten. En toen zijn we naar 4, 5, Stairway to Heaven, bijna 11. En nu zijn we weer terug bij 2,5 minuten, omdat Spotify dat zo lekker kan hebben. Hoe is dat voor jou? Ik weet niet of het daar aan ligt, Ruud, als ik heel eerlijk ben, want... Kijk, wat ik zie op dit moment is dat de muziekindustrie die jarenlang de boel gedomineerd heeft. Tot en met de CD. Toen gebeurde er van alles. Toen ging de hele industrie failliet, leek het. Maar die industrie is gered door Spotify. Mm-hmm. Is gered door YouTube. Want blijkbaar konden ze het zelf niet. Zo kijk ik naar. Nou, zo is het ook. Blijkbaar hebben al die jaren, vanaf midden jaren 50 tot... 2010 heeft de industrie niet goed kunnen voorsorteren op het ontwikkelen van de muziek en de industrie. Wat ze wel hebben ontwikkeld is de industrie, maar niet de muziek. Wij in Nederland waren hoe dan ook verplicht om te luisteren naar datgene werd door de Amerikanen en de Engelsen werd goed gevonden en dus werd uitgebracht in Nederland. Wat wij in Nederland al die jaren hebben gecommuniceerd was Engels, Amerikaans gedreven, soms een beetje Frans. En soms een beetje Belgisch en soms een beetje Nederlands. Dat was de muziekindustrie. En de muziekindustrie heeft niet kunnen bouwen aan de kwaliteit van de muziek zelf, maar wel aan de industrie. Tot 2010 ongeveer. En daarna kwam de hele ontwikkeling van het digitale. Mm-hmm. Nou, dat is nu denk ik... Nou ja, de muziekindustrie stond natuurlijk met de rug tegen de muur. Het mes op de keel door Napster. En toen met heel veel pijn en moeite heeft Spotify zich die markt in moeten knokken. En nu is dat waar een groot deel van die industrie op drijft. Maar nog steeds is Spotify geen vetpotten. Nou, waardering wel, voor maar even aan de... Ik denk voor Spotify zelf wel. Nou, het bedrijf voor de is afspraken niet, die worden gemaakt. Nou, Spotify, met, maar Spotify is niet echt een heel erg winstgevend bedrijf hoor. Nee, dat, maar het is aan de waardering waar ze natuurlijk gewoon... Ja, die waardering gaat omhoog en daarmee... Ja, maar als je kijkt gewoon naar de winst die Spotify maakt... Is nee, heel dat klopt beperkt. Ook. Ja. Maar dat komt ook omdat ze natuurlijk continu, laten we zeggen, wel dat platform aan het doorontwikkelen. Want er gaat natuurlijk mega veel geld in die ontwikkeling. Ik heb ooit een keer een week lang in een hotel gezeten waar de hele board van Spotify zat. Ik denk 15 jaar geleden of zo. Dus toen waren ze net na oprichting. En toen zei ik op een gegeven moment, hoe cool zou het zijn als ik in een stad ben en zij weten dat ik in die stad ben, dat ik dan een alertje krijg van let op, even deze band treedt op, want je luistert zo vaak ernaar. Ja. Nou, dat zit er nu in, hè? Maar dan ben je 15 jaar later. Want dat vonden ze eigenlijk best wel een goed idee, 15 jaar geleden. Maar het zijn technische aanpassingen die dus heel veel geld kosten. Ja heel veel geld. Ja. En daar zit natuurlijk marketing, communicatie omheen. Dus dat apparaat, dat werkt volgens mij heel goed. En alle afgeleiden van Spotify, die zijn natuurlijk jaloers. En misschien ook wel terecht. Ja, maar kan je niet de Spotify 50 jaar... Ik ga zo een klein testje bij doen. Hè, kijken hoe je het nog beleeft. Maar ik ben 56. En ik heb veel van mijn vrienden zijn natuurlijk ook zo rond die 55, 56. En die kunnen alles nog herinneren van die 2-meter-sessies en Countdown Live en alles. Hè? Ja. En dat is nog best een grote groep. Ja. Ja? Wat was voor jou de meest gedenkwaardige 2-meter-sessie?
Dat verandert soms per week, weet je dat? Deze week, vandaag. Ik had gisteren de tapes van Sparkle Horse in mijn hand. En dat is een muzikant die wij 3 dagen... nadat hij een zelfmoordpoging in een steeg had gedaan in Londen, na zijn voorprogramma bij Radiohead, dat wist ik niet, op het moment dat hij studio binnenkwam, maar hij kwam binnen met een stok. Liep heel erg voorover gebogen en was wel heel lief en heel vriendelijk en beleefd. Dus hij heeft 9 nummers opgenomen, waaronder een aantal echt geweldige nummers. Painbirds onder andere. En op dat moment dacht ik wel, dit is heel bijzonder. Maar pas later hoorde ik dus het werkelijk verhaal. Hij heeft ook in 96 een zelfmoordpoging gedaan. 2 jaar later weer en is uiteindelijk in 2012 overleden aan zelfmoord. Maar die tapes die zijn voor mijn gevoel nu zo bijzonder. Omdat er net een postume release is uitgekomen van zijn werk. Door zijn broer in de studio opgenomen. Dus ik hecht heel veel waarde aan die opname. Dus op dit moment is vooral Sparkle Horse. Van een heleboel mainstream radioluisteraars onbekende naam. Sparkle Horse, we gaan hem in de show notes zetten. En we gaan even luisteren. Eén kort itemje. Ja. Dus even kijken, dan moet ik even... wacht even hoor, dan moet ik even terug, sorry. Ja, dit is even... Maar als jij nog een vraag stelt, want ik druk hem net weg. Hoe zijn de 2-meter-sessies ooit ontstaan, Jan Daal? Eigen toeval, ik zou een interview doen met Crowded House. Die waren toen net met hun nieuwe single uitgekomen, Don't Dream It's Over. We draaiden dat wel in mijn radioprogramma net. Geweldige track. Een of 2 weken uit. We draaiden toen. En toen kregen we de gelegenheid, omdat die jongens promo waren in Hilversum, om een interview te doen. En ik zei, oké. Dan gaan we in een suffe studio een interview doen. Maar zij wilden geen interview doen. Ze hadden wel een akoestische gitaar bij zich. En toen hebben zij in, ik denk, 20 minuten... in een lousy studio 2 nummers gedaan, waaronder Don't Dream It's Over, in een hele trage uitvoering bijna, maar wel heel goed gezongen. Slechte opnamekwaliteit. En ik draaide dat 1 week later en toen kregen wij heel veel telefoons. Of we dat nog een keer wilden draaien en wat de titel was van het nummer, wie de uitvoerende. En toen dachten we op dat moment van, nou, dat is wel leuk dat je mensen uitnodigt in de studio en akoestisch laat spelen. Laten we een beetje interviewen en akoestisch spelen introduceren. En ik maakte toen het programma 2 meter de lucht in. En na 8 weken dachten we, het moet een naam hebben. Want een akoestische opname in het radioprogramma 2 meter de lucht in, dat kun je maar 1 keer recht uit je bek krijgen. Dus toen bedachten we de naam 2 meter. En heeft dat te maken met je lengte of niet? Ja. Dat is hem, hè? Nou, ik heb hem weer. Dus dit is een opname. En een van mijn allerbeste vrienden, die luistert dit dagelijks. Dagelijks. If I had a rocket launcher. Okay. En nu moet Jan Douwe, die moet zeggen wat dat is. Ja, of niet? Even gewoon een klein grapje even tussendoor. Ja? Ik zal hem even hard zetten. Want dan doe ik hem in de speaker. Het mag allemaal niet, maar we doen het wel 1 keer gek. Ja. Stoppen maar. Ja, stoppen maar, anders krijgen we natuurlijk... Buma stemmen op ons neer. Niels Lofgren. Ja, nou ja. Shine Silently. Mooi, man. En wat heel gek is aan deze opname is dat... ik werkte in die periode heel veel met Han Nuiten in Neder-Horstenberg, Bullet Sound. Ja. En op een bepaald moment voel je in de studio dat de tafel... er zit nu ook een technicus achter de tafel hier. Die is met zijn knoppen bezig. En als een technicus te veel met zijn knoppen bezig is... Ja. Dan wordt de band onrustig, maar dan wordt ook de technicus onrustig. En hij heeft zijn oren minder aan. En bij Shine Silently, van wat een hele mooie opname is... bij die opname zit Han Nuiten heel ontspannen, rustig, een beetje bij te schuiven. Hier en daar een beetje een toefje galm, echo te geven, reverb te zoeken op al die verschillende instrumenten. Maar het loopt heel goed. En je ziet in het 1-2'tje van ogen tussen Han en Niels Lofgren dat ze allebei heel blij zijn met het geluid dat hij op zijn hoofdtelefoon heeft. Mm-hmm. Dus daardoor wordt hij beter op dat moment. Hij denkt, het geluid is goed, je bent een goede technicus. Ik speel lekker en ik word beter. Dat zie je in dit, of dat hoor je in dit nummer heel goed. Ja, dat is prachtig. Hij wordt alleen maar beter in dit nummer. Mm. Het duurt, ik denk, 7 minuten 59 of zo. Mm. Het gaat maar door. Goeie track. En Niels Lofgren, die daarna nog zoveel jaren in de schaduw van Bruce Springsteen is gaan spelen. Ik ben altijd verbaasd dat hij niet solo veel groter is geworden dan hij is geweest. Quote, unquote. Ik ben de meest onbekende miljonair in de muziek die er bestaat. Ja, geweldig. Dat is wat hij zei. Ja,
Ja. Ja, dat zal. Kom je nog veel groot nieuw talent tegen? Dat je denkt van, dit zijn jongens die kunnen misschien wel net zo groot worden als U2. Ja, weet je, groot en groot is twee, hè? Je hebt... U2 werd groot omdat ze heel veel platen verkochten. En het mechanisme van platenverkopen bepaalde uiteindelijk hun positie in de top 40. En omdat het dan in de top 40 stond, werd veel op radio gedraaid. Dat mechanisme is veranderd. Radiomakers moeten het nu ofwel van hun eigen smaak hebben, of van iemand die van de muziekpolitie het in een computer duwt en zegt, hier moet je het mee doen. En zo worden de radioprogramma's over het algemeen ingevuld. Ja, die worden door een computer geprogrammeerd. Precies. Ja. Dus hits maken, artiesten groot maken, dat is echt wezenlijk anders dan in de tijd dat U2 met I Will Follow nummer 1 in de top 40 stond. Mm. Met een live opname gemaakt door Countdown, zo waar. Dat proces werkt niet meer zo. Mm. Want je kunt op basis van 15 miljoen streams op een dag kun je in één keer wereldberoemd zijn. Hm. Maar 4 weken later kun je. Ja, maar jij hebt het over zijn. Je hebt je platform, je 2 meter sessies. Je komt een talentvolle band tegen. Office Dog uit Nieuw-Zeeland. Ja, dat is hem. Masterpiece uit Londen. Ja, ik vind Masterpiece uit Londen geweldig. Ja, alleen het is nu veel moeilijker als je ze dat platform geeft om ze naar de absolute top te brengen. Ja, maar dat, ik denk dat wij mediamakers daar wat rustiger mee om moeten gaan. Je hebt Spotify, waarbij je dus per dag bij wijze van spreken 15 miljoen streams kunt genereren. Maar wij radio- en televisiemakers moeten dat zien en daar consistenter mee om durven gaan. Namelijk, oké, ik maak een radioprogramma gesigneerd Richard Ross. En ik laat je hoe dan ook van begin tot eind van dit jaar mijn smaak horen. En mijn stem horen. En je moet eigenlijk gewoon ergens voor staan. Je moet ergens voor staan. Nou zijn er, dan wordt het wat. Nou zijn er heel veel artiesten, ook artiesten die groot zijn geworden door jouw programma's, die staan ook ergens voor. Die zijn politiek geëngageerd. Ja. Ik noem een Bono die in de sfeer in Las Vegas de afgelopen week het voor Navalny opnam. Hè, en zich daarover uitsprak. Wat vind jij ervan dat artiesten hun platform gebruiken om hun politieke mening heel duidelijk te maken? Veel te weinig. Ja. Ik vind mensen die zoveel aandacht besteden aan het scherpen van hun pen en dat in een liedje uit 3 minuut 45 of 7 minuut 59. Daar wordt zo lang over nagedacht. Ze hebben de tijd om na te denken wat ze zeggen en vervolgens uit te leggen. Er zijn een heleboel artiesten die het niet willen uitleggen. Maar we zitten volgens mij in een tijd waarin je het wel moet gaan uitleggen. Ik vind het fantastisch. Waar sta je voor? Als artiesten een geëngageerd nummer schrijven. John Lennon, Bob Dylan. Niets nieuws wat dat betreft. Maar als ik naar een concert ga, ik wil gewoon een hele leuke avond hebben. Dan hoef ik niet nog een preek van Bono van 3 minuten over wat er in de wereld gebeurt. Nee. Ik lees mijn kranten. Ik weet wat er in de wereld gebeurt. Ja, jij. Ja. Maar daar ik ben zit wel heel blij met Taylor Swift en Kanye West. Ja. Voor wie ze ook stemmen. Ja. Ik zei net, maar ze genereren wel gesprekstof. Ja, ik zei net, Jan, daarover dat is waar. Ja. Maar je maakt er een interessante opmerking bij. Voor wie ze ook stemmen. Ja. Taylor Swift, in mijn ogen, gelukkig, is een democrate. Ja. En doet er alles aan om Trump geen president te laten worden. Ja. Maar voor hetzelfde geld was ze een grote fan van Donald Trump. Ja. Dan hadden we met z'n allen toch een maar groot probleem. Maar ik denk wat jij net zei, Ruud, dat klopt. Even dat kleine tussenzinnetje. Want we hadden vanochtend een felle discussie. Maar die zijn het beste die er zijn. Want ik heb net die documentaire van Taylor Swift gekeken. Een paar uur geleden in het vliegtuig. Heb je hem gezien? Nee. Nou, dat is echt wel het kijken waard. Maar dat gaat tot 2020. Dus de laatste 3 jaar niet. Het is nu natuurlijk allemaal weer opgerakeld vanwege wat er gebeurt met Trump en haar affaire met de NFL. Een voetbalplayer. Maar op een gegeven moment, toen had ze 200 miljoen volgers. En zij komt uit een christelijk gezin. En ze zong haar liedjes. En het is met Kanye West begonnen, 19 jaar geleden. Dat hij de microfoon pakte van, joh, luister, hartstikke leuk. Maar Beyoncé heeft een veel mooiere video gemaakt. Waardoor zij zus, en nu dan? Nou, dat is uiteindelijk is zij natuurlijk groter geworden. Bijna 500 miljoen volgers. En in die documentaire, er zaten daar haar ouders, advocaten, Sony of bij wie ze was. En die zeiden allemaal, Taylor, just sing your song. You know, just sing your song. En toen zei ze volgens mij voor het eerst ook, fuck, weet je, I don't want to fucking sing my song. Because I'm from Tennessee. And the lady that's going to be the Senate in Tennessee is against gay marriage en bla 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 bla. Klaar.
Ja, maar dat ik vind het niet, zeg, dus Richard, ik ga er vol in. Dat zijn mooie dingen, omdat deze dame toevallig de ideeën die jij en ik ook dat klopt. Uitdraaien. Maar voor hetzelfde geld was ze fel... Ja. Maar die zijn ook. Homo-haatster. Ja, maar die zijn de zatte, die doen het dan ook. Ja. Dus kijk, maar het zijn vaak in mijn beleving die geluiden die jij even... Ja, en dan wordt het natuurlijk lastig als je democraten en republikeinen bent. Ja, ik ben een niet Trump-aanhanger. Maar dan zie je het vaak van, joh, laat maar niet te gek doen. Want ja, onze voice die doet er niet toe. Het zijn toch wel vaak... Nee, maar ik vind, doe het in je muziek. Springsteen die de River live speelt en die heel duidelijk aangeeft wat hij van de oorlog in Vietnam destijds vond, vind ik, dat begrijp ik. Maar, hij doet het ook een stukje tekst, toch? Als je naar een concert gaat, is vrijdagavond, je wil gewoon lekker eventjes een paar uur los. Stel je voor, ik ben nogal een liefhebber van house en techno. Er is toch geen DJ die het in zijn hoofd haalt om zijn set om te breken en te zeggen, ik wil het nu eens even met je over Navalny hebben de komende 10 minuten. Het zou wel tijd worden. Nou, daar ben ik overigens wel met je eens. Dat zou nou een statement zijn. Ja. Maar meer in het algemeen, weet je. Ja. Ik heb wel het gevoel... En het woord Navalny is gevallen. Maar ik heb wel het gevoel dat... Er kan geen microfoon dicht blijven voor deze man. Iedereen moet zijn mijl open doen. En elke muzikant moet laten vinden... Of nou een DJ is of een bluesmuzikant... Dat dit niet langer kan. Ja, maar vind je dat muzikanten, artiesten daar een andere positie hebben dan andere publieke mensen? Ja, zeker. Ja, ik denk dat journalisten moeten waarnemen. En hooguit in een column moeten laten weten wat ze ervan vinden. Dus hoor en wederhoor vooral, voorop. Maar muzikanten met een missie, die moeten laten horen. Ja, en ik vind ook dat... Ik hoop dat dit het laatste kunstje is van meneer Poetin. Ja, ik vrees van niet. Zeer klein, denk ik. En als die Yassin heette, hoop ik dat het laatste kuntje van Yassin was, weet je wel. Dit doe je niet, dit flik je niet. Mm. En er zit een grens tussen, maar dit is grenzeloze brutaliteit. Dit mag gewoon niet. Je ziet dat die man zo geliefd is, die Navalny. Als je dat door moord probeert te onderdrukken, dan weet je wat je krijgt. Namelijk... Maar is dat het criterium? Als iemand heel geliefd is, dan zou dit niet moeten gebeuren. Dit moet toch gewoon met... Zou geen enkele politicus moeten overkomen, toch? Nee, nou ja. We zitten in een land waar... Want geliefd is een rekbaar begrip, hè? Ja, maar ik heb wel het gevoel dat wij onze politieke moorden ook wel hebben gehad. Pim Fortuyn, Theo van Gogh. Vond ik ook wel een politieke moord bijna. Zeker. En ik denk dat als er in Rusland Nederlands zou worden gereageerd op de moord op Navalny, dan had Poetin daar niet meer gezeten. Hm. Navalny was overigens wel de ultieme doorzetter, hè? Als je het toch hebt over doorzetten. Ja. Die man die is wel even, hè? Ja. Die heeft er alles over gehad. En nu is zijn vrouw aan de beurt. Ja. En ik steun haar. Ja. Nou, dit zijn toch serieuze onderwerpen zo even. Maar goed, ja, ik denk ook dat het... Kijk, dat is wel het fijne, vind ik, van deze podcast. Hè? Dus het gaat net iets dieper, hopelijk, dan het oppervlakkige. En dat is mooi. Als je nu... van welk jaar ben je, Jan Douwe? Bouwjaar 56. Dat is een prachtig bouwjaar. Ja, ik weet het niet. Nou, dat moet de bouwmeester maar bepalen. Nou, bij deze is die bepaald. Ik ben geen bouwmeester, maar dat is mooi. Maar dan toch even. Kijk, even mijn tekst naar jou, hè, zoals ik er naar kijk. En want ik zei net even gekscherend, je hebt een publiek... en dat zijn meestal die... Nou, mijn leeftijd. Gewoon mijn leeftijd, die zijn daarmee opgegroeid. Vind je het ook niet een soort van legacy vanuit jezelf... Maar nou komt met het bezit wat je nu hebt, en het bezit bedoel ik echt de schat van muziek. Want ik luister iedere dag 5 uur, 6 uur muziek. Gewoon, dat is wat ik doe. En ik leer daar heel veel van. En ik haal er heel veel uit. Gewoon, sinds dat ik heel jong was. Maar ben je ook niet een beetje schatplichtig om daar toch nog wel iets meer mee te doen dan wat je nu doet? Ik denk dat je gelijk hebt, maar misschien moet je mij daarbij helpen. Want ik heb maar één lijf en één dag. Ja. Dus ik heb daarbij mensen nodig uiteraard. Mm. En wat we op dit moment aan het doen zijn... is 2-meter-sessies naar een volgend niveau te brengen. We komen nu uit een serie uitzendingen in 2023. Een serie van 20 nieuwe afleveringen. En we gaan in 2024 er 24 of 30 maken. Mm. Waar gaan die worden uitgezonden? NPO 2 Extra. Mm. Ja.
In de hoop dat dat kleine kanaal... Maar als een Jan Slachter nou eens zou zeggen... Hè, dat is dan ook de doelgroep. Toch? Nee, maar gewoon qua leeftijd sowieso, qua muziek. Volgens mij heeft hij toch... Hij houdt van muziek, hij houdt van programma's, toch? Ja. Nou, hij is binnenkort onze gast. Ik ga het gewoon echt vol erin gooien. Ben je niet? Zeker, moet je doen. Moet je doen. Ja, maar steun je me erin? Dan waar ook, ga je, dat doe ik met genoegen, Richard. Ik steun je altijd. Jan Douwe, waar ga je naartoe met je bedrijf? Wat zijn de plannen? Wat is je visie? De visie is dat je een stap moet zetten om volgers te creëren. Je vroeg eerder in de media-industrie... als ik het zo mag vertalen... het is een beetje onzeker, een beetje ongewis. Het is dun. Misschien is het al minder geworden, heb ik uit jou... vraag gehaald. Ik denk dat je in de mediawereld op dit moment stappen moet zetten. Met prachtige ideeën. Een nieuwe programma voorstellen. Waarbij je zelf als productiebedrijf zelf de stappen zet. En daardoor minder afhankelijk wordt van de afnemers. Als je dan laat zien wat je aan het maken bent, zeggen ze ineens ook, ik doe mee. Ik wil... Je wil je eigen kanalen bouwen. Ja, het is een combinatie. Producties en dan... Het is een combinatie. De vrijheid in mij zegt dat je zelf moet blijven gaan voor nieuwe ideeën. Of nou gaat over, laten we een willekeurig voorbeeld. De Beach Boys in Nederland. Ze hebben een opname gemaakt in Baanbrug. Stel je dat je daarmee wat zou willen doen. Of je wilt wat doen met het gegeven van meer duurzaamheid op televisie. Hoe maak je dat nou zichtbaar voor het publiek? Of je wilt een muziekprogramma maken. Hoe doe je dat nou? Ga je dan voor de bekende route of ga je voor een nieuwe route? En ik ga voor nieuw nog altijd. Want je maakt veel meer dan alleen muziekproducties. Zeker, ja. We doen dit met een cultuurprogramma voor NPO 2 extra genaamd Op de Planken. Waarbij we proberen mensen die tijdens COVID... waar ze allemaal werkloos thuis zaten, een podium boden, namelijk televisie. Dat was weer heel gek. En waar ben je op dit moment mee aan het werk? Laat maar zien. En dan nemen we een fragment uit je nieuwe voorstelling. Daar hebben we er inmiddels 140 van gemaakt, 140 afleveringen. En dan zitten we nu in de volgende serie van zo'n 20 à 30, misschien 40 afleveringen. En dat vind ik geweldig, het wereld van muziek. Theater, muziektheater, spoken word, en waar gaan die naartoe? Dans. Wie gaan die uitzenden? NPO 2 extra en NPO 2. Oké, NPO 2. Maar mooi om te horen dat er op zo'n themakanaal als NPO 2 extra... dat daar gewoon geld is, dat kan. Ja. Want dat is natuurlijk de publieke omroep in optima forma. Ja, maar daar zou het moeten zitten, toch? Ja, zeker. Ja, en daar is natuurlijk de ruimte. Als je die dingen laat zien, dan komen je kijkers en ook degene die het... uitzenden komen met jou mee, maar je moet het eerst zelf initiëren. En in het verleden, 30 jaar geleden, begon het vaak bij een omroep. Hmm. We gaan eens praten met een producent. En zou die nog een aantal leuke ideeën hebben? 13. En we gaan naar kijken, zeggen we ja of nee tegen. Hmm. En dan gaan we maar maken. Maar we zitten nu in een periode dat er veel minder vanuit die ouderwetse manier van werken wordt gewerkt. Hmm. En meer wordt gekeken naar, dit is het geld. Dat gaan we uitgeven aan die en die programma's. En blijft nog een beetje over nieuwe ideeën. Mm. En de afstand tussen bijvoorbeeld de omroepen en de producenten is daardoor groter geworden. Mm. En wat ik binnen Double Two heb ontwikkeld, samen met de mensen, van we gaan nu gewoon redactie voeren op ideeën. Hoe zouden we het maken? En we laten af en toe horen aan de partijen die het zouden willen hebben / uitzenden. Hier zijn we mee bezig. En dan heb je ineens volgers. En dan kunnen ze ook een beetje meedenken. En het is eigenlijk alsof een... Ja. Wij zeggen wel eens tegen start-ups... je hoeft niet investeerders te benaderen en te zeggen... wil je mij investeren? Je kunt ook tegen een investeerder zeggen... ik ga jou gewoon op de hoogte houden van alles wat ik de komende jaren doe. Exact. En als er een moment komt waarop jij denkt... dat vind ik interessant, dan zou ik zo willen verder praten. Exact. Dan praten we verder. Ja. Heb jij nog drie goede tips voor ondernemers waar... ondernemers die luisteren, kijken wat mee zouden kunnen? Ja, denk in je biologie, zou ik zeggen. Blijf gezond. Dat is wel mooi als je hem zo bedoelt. Ondernemer, want een ondernemer is heel veel met zijn personeel bezig... en zijn opdrachten, maar heel weinig met zichzelf. Doe je dat zelf ook heel bewust? Leef je gezond? Ja, ik ben hardloper. Ik hou van koken. En ik werk op momenten dat ik wil werken. Wat kook je het liefst? Nou, wat ik heel erg leuk vind om te maken is...
datgene wat op de markt ligt en daar een goed gerecht van te maken. Dus om niet te veel te laten sturen. Mm-hmm. Maar gewoon zoeken wat je kunt maken. En alles vers, sowieso. Gewoon, ja. Je haalt. Ja. Ja. Ik hou van de Thai manier van koken, dus de curries. Dat vind ik heel leuk. Blijf gezond. Nog twee andere... Ja, blijf gezond. Denk aan je biologie. Dat, ja. dat is heel belangrijk. Want je, een heleboel ondernemers rennen. Het allerbelangrijkste in je bedrijf blijft toch de lifeline tussen jou en je financiële man of vrouw of groep mensen. In mijn geval, Erna is voor mij heel belangrijk. Mm. Ik heb wekelijks contact. Ik weet wat er gebeurt financieel in het bedrijf. Je hebt je cash flow je goed. Je moet weten wat er gebeurt financieel. Ja. Als je het niet weet. Dan loop je als een blinde door de woestijn. Precies. Laatste tip. Hout hakken met iedereen. Dus uitjes, bedrijfsuitjes. Successen vieren. Gekke dingen doen. Ja. Spreekwoordelijk parachute springen. Jan Douwe-Kroeske, dankjewel. En heel veel succes met de 2-meter-sessies met Double Two. En natuurlijk dat countdown-archief. Dank voor de uitnodiging. Ik had trouwens bijna in de legacy van Jan Douwe gewoond. Hè? Dus de zevende hemel. Oh, ja. Ik heb hem jou laten zien toen je hier bij mij in het boothuis was. Ja. Dus wij waren de eerste kijker. Ja, prachtig. Richard, wij gaan naar de doorzetter van de week, moet ik zeggen. De doorzetter van de week. De ondernemer van de week. Ja, nou ja, ik zet altijd even de bril op. Want ik heb het... De ouderdom, ik vind het verschrikkelijk. Maar het is zoals het is. En ik vind dit wel gaaf. Kijk, dit brengt een beetje alles bij elkaar wat we net toch hebben gezegd. Er zit in ieder geval een DJ in. Dus dat is al leuk. Want die is aan het verder kijken qua investering. Er zit een ex-bestuurder van Ahold in. En iemand die vanuit Booking is gekomen. Maar de oprichter van dit bedrijf, Amigos, en ik vind dat wel een, ik vind het sowieso een hele coole naam. En ook wel gedurfd, want alles bestaat al. Dit is een social app eigenlijk. Hè? Dus even, dit zou WhatsApp kunnen vervangen of Facebook kunnen vervangen. Nou, niet WhatsApp, maar Facebook kunnen vervangen of dat soort van applicaties. En hij had zoiets van, ja, het is allemaal leuk, maar ik begin een nieuwe. En dan zie je dus dat een aantal mensen meegaan in zijn enthousiasme. Dus stel nou dat ik tegen jou zeg, Ruud, ik heb nu een idee en dat wordt eigenlijk de tweede Facebook. Wat zou je dan zeggen? Zou je dan zeggen van Ries? Nou, dat hoor ik natuurlijk heel vaak van de start-up bootcamp. Nee, natuurlijk. 1700 start-ups. Ja, maar wat doe je dan? Hè? Dus dan denk je, oké, maar in zo'n markt die toch saturated is, gewoon verzadigd is. Ja, dan zeg je, het gaat mij niet om het idee, het gaat mij om het team. Want een goed team kan van een slecht idee nog een gebakje maken. Ja. Maar een slecht team helpt elk goed idee. Ja, hier zit dus ook iemand achter en nu ook in vanuit Hives. Kennen we Hives nog? Weet ja, zeker. Dat was Raymond, de voorloper. Raymond heet hij ook alweer. Ja, Raymond nog, want ik ben zijn achternaam niet. Maar kijk, wat ik mooi vind hieraan, toch een beetje donkey shocking is zo van, ja, weet je, het is allemaal leuk en aardig, het is er. Maar we gaan, kijk, eigenlijk is in de wereld alles al uitgevonden. Maar wie is onze ondernemer van de week? Ja, dan ga ik nu dan ook even tegen jou zeggen hoe hij heet. En dat is ook wel een hele mooi, Johanan Fraanje. En ik had vroeger een business partner. Ja, Johanan Fraanje. En die heeft €1 miljoen opgehaald voor Amigos Social. Amigos. Nou, goeie dat is eigenlijk de ondernemer, de doorzetter van de week. En Ferry Koster, die is een van de investeerders, DJ Ferry Koster. Ja. State of Tech. The State of Tech. De ontwikkelingen deze week in de AI zijn weer echt ongekend. Ja, maar kan het sneller? Ik beperk mij tot één ontwikkeling van de afgelopen dagen. Ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van Grok.com. Mm-hmm. Grok.com. Een soort ChatGPT. Kan nog wat minder. Het is vooral een language model. Dus je kunt er vragen aan stellen. Ja. Maar 4 keer zo snel als ChatGPT. En gratis. En wat is nou het bijzondere daarvan? Grok overigens met een Q en niet met een G. Want met de G is het large language model van Elon Musk. Maar dit is van een ex-medewerker van Google die daar in 2016 mee begonnen. Heeft hij daarom gemaakt, denk je? Heeft een hele nieuwe... Ik ga niet in de details, maar heeft een nieuwe soort chip ontwikkeld die echt voor large language modellen zoals ChatGPT gemaakt is. Dus niet chips die je ook kunt gebruiken voor gaming en dat soort zaken. En door deze chip is dit model 4 keer sneller dan ChatGPT. Dus als jij iets intoetst, een vraag, wat is geschiedenis van Amsterdam? Nou, je liet het zien. In een halve seconde heb je antwoorden. En waarom is dat zo belangrijk? Hmm. Omdat dit het eerste large language model is dat real-time menselijke stemmen kan bijhouden. Dus jij stelt een vraag en zoals ik met jou praat,
geeft dat programma ook onmiddellijk antwoord. Ja. En daarmee kan je dus met, ja, met ongekende snelheid en nauwkeurigheid begrijpen en, wat iemand zegt en ook antwoorden geven. Dus als jij daadwerkelijk met AI wil gaan communiceren, is die snelheid heel erg belangrijk. Want een vertraging van een seconde is al heel erg onnatuurlijk. Hè, Facebook kwam een maand of 4 geleden met een soortgelijk model dat 2 seconden vertraging had. Ja. En nu is dat dus gewoon. Maar waar stopt het dan? Kijk even, dus dan zit ik daarover na te denken. Want jij liet het zien live, net voordat we begonnen. En dan, ja, je doet je vraag, je stelt je vraag en eigenlijk, ja, bij de druk heb je het antwoord. Ja. Sterker nog, het antwoord is er sneller dan ik de vraag kan intoetsen. Ja, maar dat is ongelooflijk. Ja. Maar dan zou je toch zeggen, oké, dan hebben we de limiet nu bereikt. Verder wordt het niet. Kijk, als je gaat kijken naar de opslag van je batterij. Dus even, nou ja, als je rijdt op je batterij, dan weet je nog, dan hadden we eerst 150, toen 300 en 500. En nu heb je al sommige auto's 700, 800. En we hebben in de Lightyear was natuurlijk de zonneauto. En waar stopt het? En dan kan je dan denken, nou ja, ik zou het zelf heel fijn vinden als je een batterij van 1500 kilometer. Maar dit voegt toch op een gegeven moment niks meer toe. Nou ja, hier ben je op een gegeven moment zit je op het nulpunt. Maar dan moet je ook nog video en audio. Oké, okay, maar dat is het. Maar dat en moet zo meteen ook allemaal, samenkomen. En dat komt allemaal samen. En dat kan ook allemaal dus nog veel sneller. Maar dit is echt een hele belangrijke ontwikkeling. Ja. En ja, je moet het gebruiken om je te realiseren hoe goed het is. Nou ja. Grok. Er was deze week natuurlijk nog die generatieve AI dat je nu ook met video. Dus dat je zegt, oké, ik wil een Sora van een oude man zingend zien in de woestijn met een waterval op de achtergrond. Dan heb je hem ook gelijk. Maar dan zie je hem, dan heb je nog geen audio. En nu heeft Eleven Labs hetzelfde gedaan, maar ook voor audio. Dus je kunt nu het filmpje door OpenAI laten maken door ChatGPT. Ja. Maar als je hebt een filmpje van een minuut en je zegt, ik wil 10 seconden het geluid van de zee en dan wil ik 20 seconden de achtergrondmuziek van de Beatles, dan maken ze dat bij Eleven Labs ook met 1 druk op de knoppen. Dus onvoorstelbaar. Tips van de week, Richard Bros. Ja, nou, hij is ooit voor jou gekomen toen wij veelvuldig in het Midden-Oosten zaten. Nou, daar zat ik nog steeds elke maand. Ja, zeker. Ja. Nou, ik zit er ook nog wel eens. Dus, en soms samen. Hè. Dus dat is leuk. En ik had iedere keer kijk, die roaming is een dingetje natuurlijk. En ik weet nog, in Amerika had ik toen eerst 3G of dat die double band van Nokia. Ken je die nog? Ja, ja. Was speciaal voor die US. Ja, ja, dus zeker. Zeker. Ging, kon je wereldwijd bellen. Ja, maar goed, we hebben inmiddels een app en die heb jij mij toen getoond. En dat is A-I-R-A-L-O. Eralo. Ja, geweldige app. Nou ja, hij is zo geweldig dat ik inmiddels zelf ook over praat met mensen. En die installeren dat ding allemaal. En dat is eigenlijk een e-sim. Hè? Dus je zegt gewoon, dat land ga ik in. Je drukt hem aan. Je behoudt je eigen nummer. En ja, het is ongelooflijk hoe ze het doen. Ik snap het niet helemaal. Want voor $5 bijvoorbeeld kan je 7 dagen naar ergens in het Midden-Oosten. En kan je ongelimiteerd, in mijn beleving. Vroeger als je in een ander land aankwam en je wilde niet helemaal leeglopen op de telefoonkosten. Doe je gelijk een roaming uit. Een roaming uit, andere simkaart erin. Moest je je paspoort laten zien in een duister hokje. Ja. Moest je nou eerst nog zorgen dat je allerlei vreemd geld wisselde voor je dat kon doen. Ja. En tegenwoordig met Eralo is het inderdaad. Heb je het filmpje? Even één klein grapje. Hebben we nog tijd voor een klein grapje? Ja, heel snel. Nou, okay, dus dat is een grapje wat nu op YouTube rondgaat. En die man, is een man en een vrouw, die checken uit bij een hotel. En dat ken je ook nog wel. Hè? Dus je checkt uit en dan zeg je, nou oké, 2 nachten. Ja, 2 nachten. Zo, did you use something from the minibar? No. Oh, so you watched 3 movies. En die man die schrikt zich eigenlijk kapot natuurlijk. Ja, 3 movies. We hebben er maar 2 gekeken. Ja. Nou, je voelt hem aankomen. Dus die man achter de balie, die noemt de titels van de movies die gewatcht zijn. Nou, je hoort het al. Daar was een Tiroler dame ergens die ook. En die hele titel die wordt benoemd. Maar er zat ook Family Guy bij en ik noem wat iets van een gewone film. Ja? Of Sesamstraat en een gewone film. En dan komt de clue dat die vrouw die wordt woedend. Weet je, die man had zo, ach, het is heel vervelend. Zegt dat je nou al die namen van die films noemt. En dan zegt die vrouw op een gegeven moment, dat is toch ongelooflijk. Ben ik 2 uur niet in de kamer en dan kijk je Family Guy alleen. Nou, dat was de grap. Oh, je begrijpt het. Ik begrijp het. De dame heeft naar de pornofilm gekeken. Oké. Okay. Jij vindt hem nog iets leuker dan ik. Ik vind hem echt heel leuk. Nou, ik ben blij dat jij hem heel leuk vindt. Ik kan hem terugkijken. Dus, ik vond je hem ook leuk? Jan Douwe ligt ook onder de tafel. Ja, hè? Ja, Jan Douwe, wat is jouw tip van de week? Mijn tip van de week is het drankje wat ik nu nuttig. Ja. Wat is dat voor drankje? Mezcal.
Oeh. Hij is meegenomen door onze... Ja, wij zitten hier, moet ik even uitleggen. Normaal gesproken zitten wij hier altijd een hele goede champagne. Marlene is nu in Japan. Alexei, onze technicus vandaag, die heeft uit Mexico mezcal meegenomen. En dat is... Ja, maar echt hele goede. Ja. Heel goed. Ja, dat was mijn tip van de week. Dat is jouw tip. Nou, gaan we dan ook in de show notes. Ik heb ook een tip van de week. En ik bedenk mij, nu jij hier bent, Jan Douwe, dat ik dacht bij mezelf, van welke muziek documentaire heb ik nou het meest genoten in de afgelopen weken? En ik denk toch dat dat de Greatest Night in Pop is geweest op Netflix. Okay. Over de totstandkoming van We Are the World. Ja, met name de laatste minuut, wanneer Lionel Richie dan daar zit en zegt, bedenk je dat in deze ruimte waar ik nu het interview zit af te geven, dat hier allemaal gebeurd is. Ja. De hele documentaire had ik me dat nog niet gerealiseerd. Maar pas in de laatste minuut denk ik van, I love you, Lionel. Ja, fantastisch. Want Lionel Richie, alles gedaan, die vertelt daar hoe zij in één nacht tijd 45 wereldsterren onder Bruce Springsteen, Bob Dylan, Diana Ross. Ja. Bob Dylan durfde niet. Noem ze allemaal maar op. Hoe ze die bij elkaar hebben gekregen. En ik vind inderdaad het mooiste moment van dat programma, dat Bob Dylan dus inderdaad eigenlijk niet in staat is om dat zijn deel van dat programma goed Stevie te zingen. Wonder, en dat Stevie Wonder hem dan gaat helpen. En dat uiteindelijk iedereen naar buiten wordt gestuurd. En dat hij toch, en dat Stevie Wonder eigenlijk zegt, wees dan maar jezelf en zing het op je eigen manier. En dat daar dan dus fantastisch uiteindelijk dat geweldig... Nou, en dan te bedenken dat we hadden Xander de Buzinier hier als gast ook. Ja. En die is nu ook aan het ondernemen met die in-ear technologie. Die was in de beurs in Las Vegas. En op een gegeven moment had hij Stevie Wonder op zijn stand. En Stevie Wonder doet die oortjes daadwerkelijk in en vond het fantastisch. Greatest Night in Pop, als je hem nog niet gezien hebt. Prachtig. Maar iedereen die van muziek uit heeft, die moet hem zien. Maar goed, moet je zien op Netflix. Jan Douwe Kroeske, ontzettend bedankt voor je graag komst gedaan. Naar dank Amsterdam. Voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Uit het verre Harderwijk. Goed je hier te hebben, zeker. Richard, ook veel dank. En jullie als altijd bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Reageer in de comments. Zeg wat er beter kan. Als je wat meer informatie wil hebben over de dingen waar we het vandaag over hebben gehad, kijk in de show notes. Tot volgende week. Want opgeven is geen optie. Blijf doorzetten. Dag. Dag. Deze podcast wordt je aangeboden door Bondex. De oplossing voor ondernemers die groeikapitaal willen ophalen. Vond je dit een leuke podcast? Laat ons weten wat je ervan vindt. Like, subscribe of stuur een berichtje via onze socials. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Doorzetters. Want opgeven is geen optie.